Dit is Shaila. Zij is van de Matawai-stam. Haar moeder, oma en overgrootmoeder wonen in het hart van het groenste land ter wereld, Suriname. Hoewel zij zelf nu lerares is en in Mungo woont, is het bos haar echte thuis. Echter verdwijnt dit bos om haar heen. Door de aanleg van een weg naar haar dorp is Shaila's familie voor het eerst in eeuwen bereikbaar geworden. Eindelijk zijn zij verbonden met de rest van het land. Dat is een blijde ontwikkeling. Maar we weten, een weg komt nooit alleen. Ook houtkap- en goudzoekers gebruiken de weg om hun werkgebieden uit te breiden ten koste van het bos. Aan de andere kant van de aarde zijn er jongeren die opkomen voor hun realiteit. De impact van klimaatverandering, zeespiegelstijging, het verdwijnen van dier- en plantensoorten. Zij zijn de eerste generatie die zal dealen met de negatieve gevolgen van de keuzes van nu. Net als Shaila's neefjes en nichtjes in Pusugrunu als eerste zullen moeten dealen met de gevolgen van ontwikkeling die leiden tot het verlies van grote delen van het bos. Wetenschappers hebben bewezen dat bossen intact houden voor minimaal 30% zal bijdragen aan het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Conservation International gaat met al haar kantoren wereldwijd de uitdaging aan door in al hun programma's natuurbehoud centraal te stellen. Een keuze die ook de toekomst van Shaila en de Europese jongeren verbindt. Suriname is een deel van het Amazone-regenwoud en is met 93% bosbedekking, ongeveer 15 miljoen hectare bos, het groenste land op aarde. Eén van de twee landen wereldwijd die reeds carbonnegatief is. Dit machtige regenwoud is een onmisbare factor voor het opvangen van koolstofdioxide. Surinames bos houdt 11 gigaton CO2 vast en absorbeert elk jaar 8,8 miljoen ton koolstof erbij. Het zorgt ook voor het beschermen van drinkwatervoorraden, het koelen van het aardoppervlak en het reguleren van neerslagpatronen. Zonder Surinames bos zou een groot deel van de Amazone in woestijn veranderen. En dat heeft weer invloed op de rest van de wereld. Midden in het land zorgen de Matawai voor het bos. Altijd utan solubu voor die matu. Adi matu voor een Matawai utan libi voor de visi den duta kisi, de son den duta pandi. De meti du ta hondi amatu fu boi nyan. En ook tu uta seiden, seisoni, nim na ga anfasi ma piki piki. Tembi pasa ubi kisa fu feti ku de baka den bi butawa katibo. Ma no, uta feti fu di matu fu di matu ango kaba soso. Hoewel het bos hun thuis is, staan ook de Matawai zelf onder druk om zichzelf in stand te houden. De verleidingen om geld te verdienen aan houtkap, handel in bedreigde diersoorten, illegale goudmijnbouw en nu ook infrastructuur zijn alledaags. Shaila is een goed voorbeeld van iemand die de ommekeer pusht. We gaan door Para heen. Een Brokopondo, daarna komen we aan in Sipaliwini en dan slaan we af naar Pusugrunu. En verder hebben we ons gemeenschapbos. En deze gemeenschapbos, wij hebben zelf gemeen om het te behouden. Maar we behouden het niet alleen voor onszelf, maar we behouden het voor onze achterkleinkinderen, Suriname en de wereld. Toch, het is belangrijk, het levert zuurstof. De Matawai willen een deel van de oplossing zijn. Zij willen namelijk alvast 40.000 hectare, dat is 40% van hun bos, beschermen in ruil voor duurzame gemeenschapsprojecten. Elke 10.000 hectare bos dat bij hen blijft staan, is gelijk aan 800.000 auto's van de weg halen. Daarmee voorkomen we 15 miljoen ton CO2-uitstoot.
Hun voornemen en inzet is dus belangrijk voor ons allemaal. Shaila en haar stam hebben met ondersteuning van Conservation International Suriname de eerste aanzet gegeven. De bal ligt nu bij ons om deze inspanningen te verduurzamen en uit te breiden. Er staat veel op het spel. Voor Shaila en Matawai, voor u hier en voor de volgende generaties wereldbevolking als geheel.